Februari 1953. Zeeland. Watersnoodramp. Op zondag 27 mei speelt het Zeeuws Orkest op een bijzondere locatie. We spreken hierover met Simco Lauwersen. We staan hier bij het Watersnoodmuseum in Ouwerkerk en wij komen hier spelen met het Zeeuws Orkest. Maar waarom komen we nou nu met het Zeeuws Orkest hier spelen? Nou, ik ben allereerst heel erg blij dat het Zeeuws Orkest dat doet. Het is prachtig, want het is 65 jaar geleden dat de watersnoodramp, die tragedie, zich voltrok. En muziek verbindt en muziek geeft ook iets van verbroedering. En hoe gaan we dat dan precies doen, die verbroedering? Nou, het begint die middag ook met In Memoriam, het stuk van Lex van Delden wat in 1953 zo prachtig is geschreven. Dat zegt heel veel over de ramp en het was Ria Geluk die ons daarop attendeerde. En ik ben blij dat het Zeeuws Orkest dat opvoert. En daarna gaan we eigenlijk ook, want het leven is weer opgepakt, en gaan we eigenlijk ook die vriendschap en het overleven daarvan ook weer vieren met een wat luchtiger programma. Thank you.